We hebben een risicotaxatie en een ROM-instrument ontwikkeld, de FARE, Forensische Ambulante Risico-Evaluatie. En dat staat voor een instrument waarmee je behandeldoelen kan evalueren en de behandelvooruitgang van je cliënt kan volgen door herhaalde metingen. Dus je neemt elke 4 à 5 maanden neem je dit instrument af. En dan kan je iets zeggen over het risiconiveau, maar ook of iemand vooruit gegaan is, stil is blijven staan op problematiek of achteruit is gegaan. Het wordt uitgevoerd door behandelaren en het wordt afgenomen bij mensen die vanwege delictgedrag ambulante behandeling of begeleiding krijgen. Dus bij een forensische polykliniek in behandeling zijn of bijvoorbeeld door reclassering worden gevolgd of begeleid. Dat kan ook woonbegeleiding zijn bijvoorbeeld. Aan de start van de behandeling kan je heel snel een inschatting geven van het recidieverisico en goed in kaart brengen op welke problemen je een behandeldoel moet formuleren en waar de behandeling op ingezet moet worden. In de loop van de behandeling krijg je herhaalde metingen en krijg je dus een beeld wat er in de loop van de tijd van je behandeling is gebeurd. Of iemand al een verbetering laat zien of misschien een verslechtering waar je dus je behandeling op moet bijstellen. Dus je volgt gedurende de behandeling de problematiek en daarmee pas je misschien ook wel je behandeling op aan als dat nodig is. Het management moet het hele proces dragen, moet de ruimte, het geld beschikbaar stellen en met ruimte bedoel ik ruimte aan de behandelaar om het te leren, dus training te krijgen. Ruimte om het te implementeren in het eigen primaire proces. Wanneer moet iemand het uitvoeren? Hoeveel tijd krijgen ze ervoor? Hoeveel tijd krijgen ze met hun cliënt ervoor? Wat ook belangrijk is dat ICT, digitale beschikbaarheid van het instrument, wordt gefaciliteerd. Kortom, eigenlijk moet iedereen enthousiast worden voor het instrument, maar ook vooral heel erg makkelijk gemaakt worden dat ze ermee kunnen werken.